denk omdat er zoveel dingetjes zijn waarover ik me altijd fascineer, kleine dingetjes, dat ik ze op een bepaalde manier moet verwerken. En dat is via mijn kunst om de meeste rust te vinden. Nou, ik ben ontzettend gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog en ik zag altijd de boeken en de foto's. En ik had anderhalve week de tijd, toen ben ik op de fiets de volledige frontlinie gaan fietsen. En ja, dat was zo'n fantastische reis. Blijft me altijd het meeste bij. Waar ben ik het meest trots op? Dat is denk ik dat ik tot nu toe alles in mijn leven op mijn eigen manier heb gedaan en nooit de kortste weg heb gekozen.